Wat ik veel gekker vind is dat eindelijk is bij de Nederlandse hoogleraars tegenwoordig 25% vrouw. En er werd achteraan gemeld dat ze wel nog slechter betaald werden dan de mannen. Hoe is dat mogelijk? Ik dacht dat ook leraren het standaard salaris kregen. Hoe zijn ze dan ingeslaagd om die vrouwen toch weer beroerder te betalen dan de mannen? En laten die vrouwen toch vooral, moeten toch vrouwen zijn die van wanten weten, al die professors, die professorinnen. Kom in opstand, staak. Ja. Zorg dat je behoorlijk betaald wordt. Wat is dit voor onzin? Dat zou je wel zeggen, maar dan hoor je vaak dat dames daar iets bescheidener in zijn. Dat mannen vaak toch wel opscheppen, van dat kan ik wel. Ah, nou, dan is het al heel gek dat ze wel professor zijn geworden, maar nog steeds bescheiden zijn gebleven. He, professor hoort een beetje onbescheiden te zijn, vind ik. Is dat zo? Nou, de meeste zijn het, dus kennelijk, althans de mannen. Ja, ik kom uit de tijd dat vrijwel alle professors dat mannen waren. Je weet hoe het bij professoren gaat. Iedereen die in de wetenschap werkt wil graag professor worden. Dat is op zichzelf al een dubieus verlangen. Omdat de moderne professor allemaal ook dingen moet doen die strontvervelend zijn. En die eigenlijk met zijn vak maar weinig te maken hebben. Zoals het managen van afdelingen en het vergaderen met Jan en allemaal. Allemaal totaal nutteloze activiteiten. Maar tenslotte gaan ze toch, ze zijn knap. Zeker in het begin natuurlijk, dan vinden ze hun vak ook leuk. En dan zijn ze net gepromoveerd en ja. Ze bakken er wat van, internationaal hebben ze ook aanzien. Ze solliciteren en ze worden het. Zo'n commissie is vaak verdeeld intern. Vaak is de kandidaat die tenslotte benoemd wordt, dat is een compromiskandidaat. Pieterse, die ons er ontzettend veel geleerder is, had het misschien eigenlijk moeten worden. Maar ja, Pieterse staat bekend als een lastpost. En in de commissie zat iemand die ooit beledigd is door Pieterse. Dus die over mijn lijk moet het enzovoort. En tenslotte worden ze benoemd. Iedereen blij en zo. Ongetwijfeld zijn ze redelijk competent. En aanvankelijk weten ze natuurlijk wel dat ze eigenlijk ook maar een compromiskandidaat waren. Dat er wellicht misschien ergens betere kandidaten zijn. Maar dat gevoel gaat langzaam over.